Benny van Pin naar de Dutch Open. Verover je nu ook Leeuwarden. Wat was dit mooi, hè? Dit was super mooi, echt. Ik had 2 keer van hem verloren de afgelopen weken. En ik had bij mezelf 3 keer scheepsrecht, weet je wel. Ik denk, dit is de 3e keer, jongen. Kom op. En ja, eindelijk pak ik hem. Slow start. Wel veel 180'ers. Pijlen zitten meteen heel goed en strak in het bord. Maar het afmaken liep niet. En aan het eind begint het op gang te komen. En dan begin je een beetje bij hem te kruipen. En dan, boom. Ja, ik weet niet wat het begin was. Maar ik gooide 180, zeg maar. En dan gooide ik 2 beurten echt slecht. En ik was mij aan het irriteren aan mezelf, weet je wel. Van ja, jongen, kom op. Gooi nou die triple erbij of zo, weet je wel. En dat gebeurde gewoon niet. Of volgens 180 gebeurde ook niet. Ja, super irritant dacht ik dat. Maar uiteindelijk ging het wel lopen. En toen wist ik gewoon van, scoren ben ik beter. Als hij maar fouten maakt, dan heb ik hem. Nou, dat gebeurde. Dat gebeurde. En morgen ook geen fouten maken, hè? Tegen de Heat, Damon Eta. Wat voor walk-on battle gaat dat worden? Dat gaat een grote walk-on battle worden, want ik mag als eerste op natuurlijk. Ik maak iedereen helemaal gek. En hij maakt iedereen nog gekker eigenlijk. Ik ben benieuwd wat hij morgen doet. Ik denk hetzelfde, maar ik ga gewoon mee in die walk-on, hoor. Kom maar op, Nederlands publiek, Nederlandse walk-on. Kun je mij niet meer hebben. Dit moet goed komen. Succes, Barry, morgen. Dankjewel.